VVV speelt een merkwaardig seizoen, want het won 4 van de 5 uitwedstrijden. En komt ook hier op een hele knappe wijze op voorsprong uit bij Katwijk bij de nummer 4. Het is een Spies die scoort. Die scoorde vorig seizoen ook de openingstreffer in de wedstrijd hier op de Krom tegen Katwijk. Toen won GVVV met 2-0. Tweede toen gescoord door Brian Burgering, die nu bij FC Den Bosch speelt. En hier is opnieuw GVV in aanval. En ook dit is een prachtige, zegt Ilias Latif. Vorig seizoen goed voor 15 treffers. Dit is pas zijn eerste van dit seizoen. Maar dit doet hij echt heerlijk hoor. Een pannaatje en dan ook die bal daar voorbij. Stan van Bladeren. En dan is het dus 2-0. Verrassend voor GVVV. Na rust, Katwijk wordt sterker. Maar GVVV scoort de 3-0. Henrik Sillé. Heerlijk voetballetje daar op de vleugels bij de ploeg uit Veenendaal. Krijgt hij wat ruimte, wacht en schiet op het juiste moment de 3-0 binnen. GVV liet zich nog in de laatste thuiswedstrijd verrassen door ACV. Verloor met 2-1. Maar nu is het helemaal los. Katwijk komt trouwens wel terug in deze wedstrijd via het Sietse Brandsma. En dan is er nog een minuut of 20 te spelen. Zou het misschien nog kunnen voor de ploeg van Jasper Ketting. Maar we moeten natuurlijk wel haast maken en ook risico nemen. En dan is er plotseling aan de andere kant heel veel ruimte voor Sillé. Die doet het rustig aan, kijkt, ziet niemand om zich heen en besluit dan de eigen trucendoos maar open te gooien. En scoort er op schitterende wijze de 4-1 voor GVVV. En dan kan het dus niet meer misgaan voor de ploeg van Gerry Vink. Die avond hiervoor nog als assistenttrainer op de bank zat bij Vitesse in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dan wordt het nog wel 4-2 in blessuretijd door Alciro Mercera. Maar dat is alleen voor de statistieken. Katwijk leidt een gevoelige nederlaag thuis tegen GVVV. Het wordt 4-2 voor de ploeg van Vink.